dit moment is de Toyota Yaris de vierde best verkochte auto van heel Nederland. En de best verkochte B-segmenter van allemaal. En daar boven in de verkooplijsten staat hij tussen een heleboel andere kleine autootjes en een hoop crossovers. Dit is de Toyota Yaris Cross. Een kruising tussen een succesvolle Yaris en waarschijnlijk een heel succesvolle crossover. Dus ja, dat moet bijna wel iets zijn waar de Nederlander op zit te wachten. Je ziet aan de afplaktape dat we vandaag onderweg zijn met een pre-productiemodel. Maar dat gaat ons alvast een hele goede indruk geven van wat we uiteindelijk van het productiemodel kunnen verwachten. In ieder geval qua uiterlijk een stuk minder avontuurlijk dan de CHR, hè, met zijn moderne, bijna robotachtige uiterlijk. Het is duidelijk herkenbaar, zo aan de achterkant, als een lid van de Yaris-familie. Maar dan zoals een crossover dat hoort te hebben met vierkante wielkasten. Een stukje hoger staat hij ook op de poten. Uiteindelijk de wielbasis, dus de afstand tussen de twee assen, die is identiek aan de Yaris. Maar hij is in totaal 24 centimeter langer en bijna alle afstand daarvan komt op konto van die uitstulping aan de achterkant. En dat zorgt er natuurlijk weer voor, tadaa, dat we redelijk wat bagageruimte hebben om mee te spelen. Deze units inklappen gaat het om circa 400 liter. De homologatie van de auto is niet helemaal voltooid, dus het is een schatting. Maar dat is ongeveer wat je ook in een C-segmenter krijgt. Dus ja, laten we zeggen maximale ruimte die je op zo'n klein platform kunt hebben. En er is ook alles aan gedaan om die ruimte maximaal te benutten. Dus je ziet het, dubbele laadvloer, waardoor je een vlakke laadvloer krijgt met de bank dichtgeklapt. Separaat neer te klappen middendeel. En ja, als ik achter mezelf ga zitten, dan zie je dat die hoofdruimte heel erg goed van pas komt. Het is niet de ruimste auto ter wereld, maar het is wel een comfortabele vierzitter. Zolang je niet heel veel langer bent dan 1,85 meter met z'n viertjes. Skis kun je dus ook meenemen in dat middelste gedeelte. Een echte hoedenplank heb je niet, meer dit ding. Oogt goedkoop, maar Toyota zegt ja, dat is zodat je hem ook kunt opvouwen en dan meenemen of thuis opbergen in de schuur zonder dat hij heel veel plek inneemt. Wel, waar zijn we mee op pad? Yaris Cross, naam zegt het al, dus onderhoudstechniek van de Yaris. Hetzelfde onderstel, McPherson's voor, torsieas achter, ook dezelfde aandrijflijnen. Dus een 125 pk 1.5. Of, en dat is natuurlijk de versie die in Nederland vooral populair gaat worden, zoals dat van de Yaris nu ook het geval is. 90% van de Yaris verkoop die komt momenteel op konto van de hybride versie. En daarin rijden we nu ook 116 pk uit een 3-cilinder gecombineerd met een elektromotor. En ja, het voordeel daarvan is natuurlijk lage uitstoot, dus ook lage ppm. Dus dat is een auto die ze voor heel weinig geld in de markt kunnen zetten. Relatief weinig geld. Goede betrouwbaarheid, lage brandstofverbruik, waardoor de running costs van de auto natuurlijk ook gewoon laag zijn. Hij is in andere landen ook als vierwielaandrijving te krijgen. Dan krijg je dus niet alleen een elektromotor voor, maar ook iets op de achteras. Die versie die komt niet naar Nederland, omdat wij er blijkbaar niet op zitten te wachten. Maar hoe dan ook, ja, die aandrijflijn die kritiseerden we vroeger vaak, omdat het is met een CVT-automaat. Dus je hebt een soort van tandwielsysteem dat het vermogen van de 3-cilinder en van de verbrandingsmotor aan elkaar, of de 3-cilinder verbrandingsmotor koppelt aan dat van de elektromotor. En dat gaat traploos. Dus dat betekent als ik gas geef, dan gaat hij meteen toeren zoeken. Hè. Dan heeft hij het vermogen nodig. En normaal gesproken heb je natuurlijk dan een auto dat hij door de toeren heen loopt. Maar deze gaat meteen maximaal toerental draaien. Hij gaat altijd op zoek naar of het meeste vermogen of de hoogste efficiëntie. Afhankelijk van wat je zelf vraagt. Het mooie is dat het hele effect is er heel erg goed uitgeëngineerd. De elektromotor is steeds groter geworden, waardoor hij steeds minder dat hoeft te doen. In de Yaris is het heel goed gelukt. In deze auto merk je wel op zich dat het een auto is die weer wat zwaarder is. Met wat mindere luchtweerstand, meer auto's, ze moeten harder gaan sleuren. Dus ja, hij maakt iets meer lawaai. Maar over het algemeen, de manier waarop de gemiddelde Yaris crosskoop met een auto rijdt, is het eigenlijk gewoon perfect. Super soepel hoe dat hij aankoppelt, of aankoppelt doet hij niet eens, maar hoe die je van je plek af krijgt. En toch wel redelijk reacties op het gaspedaal. Hè. Het is niet meer langer zo, net als vroeger, dat als je gas gaf, dat je dan eerst 24 seconden moest wachten. En daarna ging hij eens een keer van kiet. Nee, hij reageert allemaal vrij vlot. Het enige is wel, je hoort hem wel behoorlijk. Nou kan het eraan liggen
dat het dus een pre-productieauto is. Waardoor de noise, vibration en harshness niet helemaal op het niveau is van wat het nog gaat worden. Maar het is niet alleen de motor die je vrij nadrukkelijk hoort, hoor. Het is wel, het is ook de... Ja, dat is de auto wat je nu hoort. De auto die denkt dat ik een botsing ga maken. Omdat ik over de middellijn ga, maar dat moet in deze straat nou eenmaal. Het is niet de meest stille auto. Zoals gezegd, het is een prototype, dus ik kan er geen definitief oordeel over vellen. Maar ook qua geluiden uit de ophanging en qua windgeluiden en zo. Kan beter. Zeker ook wel in dit segment. Maar het kan dus uiteindelijk nog beter worden. Het is een iets hogere auto. Ground clearance is met een paar centimeter verhoogd. En daarna ook nog wat meer blik bovenop om hem hoger te maken. En dat betekent dus wel dat, omdat je met de torsieas rondrijdt, die moet dan een klein beetje steviger worden aangetrokken. Om te zorgen dat de auto niet overmatig gaat rollen. Dat merk je wel. We rijden nu natuurlijk met de grootst mogelijke wielen. En dan op slecht wegdek, wat je hier in België nog alles hebt. We zijn in België. Dan is de auto wel een klein beetje onrustig. Maar zoals het dus ook met het gedrag van die aandrijflijn is, het valt natuurlijk al. Het is allemaal net weer zodanig dat het niet zo slecht is dat je de auto er niet voor koopt. En sowieso alle auto's die op dit platform zijn gebouwd, de Corolla, de Yaris, de CHR, die rijden gewoon ontzettend fijn. Het is een heel stijf platform. Er is veel aandacht uitgegaan naar de afstelling van de besturing en van het onderstel in het algemeen. En dat merk je ook bij dit ding wel. Klein beetje klapperig op slecht wegdek. Voor de rest heel fijn. Stuurt heel licht. En je voelt dus gewoon door die korte wielbasis dat het een hele compacte auto is. Echt een stadsautootje. Een beetje dezelfde wendbaarheid heeft hij als een Yaris, maar dan dus met ietsje meer toegevoegde ruimte. Ja, vast kritiekpunt bij Toyota's was natuurlijk altijd dit apparaat hier, het infotainment systeem. En we weten natuurlijk inmiddels, er is een betere versie. Het is niet hetzelfde systeem als je bijvoorbeeld in de Corolla krijgt of in de RAV4, maar weer een generatie later. Die zit helaas niet in deze auto, omdat dit een pre-productiemodel is. Dus ik kan het niet tonen wat het allemaal wel en niet kan, maar het komt erop neer. Je hebt gewoon goede connectiviteit. De bediening is alweer een stuk makkelijker dan het ooit was. Dus dat is wel weer een aspect waarop de auto ook niet te pakken is. En voor de rest, ja, het is een B-segmenter. Dus ja, je komt harde plastics tegen en de stoeltjes zijn misschien wat kort. Maar ja, dat hoort er allemaal een beetje bij. Hè? Het is natuurlijk... Kijk wat je de klant kunt geven voor een alleszins redelijk bedrag. Hoewel, daarover gesproken, dat is een beetje het laatste mogelijke pijnpunt van de auto. De prijs. Ga na, een Yaris begint ietsje boven de 20, een CHR ietsje onder de 30. Dus je kunt wel raden, inderdaad, deze begint bij ongeveer 24,5. Dat is natuurlijk dan de versie waar niks op en aan zit met de verkeerde aandrijflijn. Wil je wel wat erop en eraan, dan ga je toch al heel gauw naar de 28. En vooralsnog is de goedkoopste hybride zelfs 30.000 euro. Nou is het zo dat Toyota zegt, er komen nog versies die goedkoper zijn. Maar ja, wat daar dan de uitrusting van is, dat weten we nog niet, dus daar kunnen we eigenlijk nog geen zinnig woord over zeggen. Maar we weten wel dus dat zo'n hybride straks, nou ja, misschien dat die 28 gaat kosten met een beetje dingen erop en eraan. Dat is wel geld hoor, voor een auto van dit formaat. Dus ja, dat is even nog wachten totdat de totale prijslijst er is. Maar wat je in ieder geval wel krijgt, altijd op elke auto, heel uitgebreide set aan veiligheidssystemen. Adaptieve cruise control zit erop in combinatie met deze automaat. Natuurlijk botsassistentie, een centrale airbag. Dus dat zijn de dingen waar Toyota in ieder geval niet op beknibbelt. Ja, ik zou bijna willen zeggen, het is natuurlijk een auto die precies doet wat de doelgroep wil. Makkelijk te parkeren, eventueel zelfs met een optionele parkeerassistent die het volautomatisch voor je doet. Goed overzicht rondom, redelijk dun aanstijlen, redelijk zicht naar rechtsachter. En dat is tegenwoordig bij een auto erg zeldzaam, kan ik wel zeggen. Iets hogere zitpositie en ook nog ruimte, hoofdruimte om de stoel veel hoger te krikken. En echt serieus hoog te gaan zitten of hoog te gaan instappen en uitstappen als dat is waar je deze auto voor zoekt. Dus er is goed naar de doelgroep gekeken. Europeanen willen een wendbare auto, compact, maar wel ruim van binnen. Betrouwbaar, zuinig. Als je echt spanning zoekt buiten de spanning die in de accu zit, dan moet je niet bij de Yaris Cross wezen. Wat alle andere dingen betreft is het binnen het segment van de B-crossovers best wel een sterke, denk ik.